Hallo creatieve familie, ik ben Chantal van Craftmama en hier is weer een nieuwe video uit onze reeks XXXL eten. Vandaag gaan we een mega Reese's maken. Meerdere van jullie hebben dit aangevraagd, er al heel veel video's van zijn, maar ik vind het super leuk om te maken. Dit recept is gebaseerd op het recept van How to Cook That. En laten we gaan beginnen. Dit is wat je allemaal nodig hebt. Ik heb hier dus een ronde mal waar ik folie in heb gelegd, 2 lagen huisartsfolie, om het gerimpeld effect aan de zijkant te krijgen. Ik heb hier een beetje zout, poedersuiker en ik heb een hele pot pindakaas en 5 repen chocolade van 100 gram en een Pyrex schaal om de chocolade in te smelten. Nou, laten we gaan beginnen met onze 5 repen chocolade. Ik ga 3 repen smelten, ongeveer 2,5 repen mee te beginnen. Op intervallen in de magnetron. Dus ik ga eerst 30 seconden smelten, roeren, 20 seconden smelten, roeren, 10 seconden smelten, roeren, tot het helemaal gesmolten is. En ik hou een halve reep ongeveer achter, die ik later bij doe, dan laat ik het even staan en doe ik het dan door elkaar heen roeren, zodat hij ook uithardt zo meteen. En is er niks nou mooiers als mooie chocolade? Ah, lekker. Nou, dan gaan we deze chocolade gaan we dus in onze mal gieten en dan gaan we de zijranden omhoog plakken, zodat we de vorm van een Reese's krijgen. Nou kan het kan zijn dat je folie naar binnen valt zoals ik doe. Kijk, en pak ik gewoon een heel klein beetje chocolade waarmee ik het plakplastic vastplak aan de ring. Zodat die overal rondom blijft zitten. En dan zorgt dat de hele bodem en de zijkant goed bedekt is. En dit gaat dan even in de diepvries om uit te harden. Of in de koelkast, waar je tijd voor hebt. Dan pakken we onze pot pindakaas. En ik pak een hele pot. Ik heb gewoon de goedkoopste gepakt die ik moest hebben. Ik heb de pot gewoon even in de magnetron gezet voor een minuutje ongeveer. En dan kan ik de pindakaas zo eruit gieten, waardoor wordt die lekker vloeibaar. Dan gaat er ongeveer 100 gram poedersuiker bij. En een snufje zout voor de smaak, want het is wat zout door de vulling. Om de chocolade te balanceren. En dan gaat dit zo bovenop je uitgeharde chocolade. En dan smeer je dit netjes rechtuit en dan gaat het weer even terug in de diepvries. Dan smelten we nog meer chocolade voor de bovenop op dezelfde manier. En dan zorgen we dat het mooi glad bovenop wordt. Ik smeer het gewoon eerst uit met mijn lepel en daarna schud ik een paar keer, waardoor het oppervlakte mooi glad wordt. En dan ben je klaar. Dan kun je hem in de diepvries zetten, laat je hem even bevriezen. Dan snij ik hem los van de ring en kunnen we zo het plakplaster eraf gaan plakken. Eraf gaan trekken bedoel ik. Zodat die me vastplakt. En dan is hier onze Reese's Pieces al helemaal klaar. Wij vonden hem super lekker. Kijk, hij is groter dan mijn hand. Ik zal hem ook even nog een keer insnijden. Zodat jullie het goed kunnen zien. En hou hem wel in de magnetron. Of in de koelkast. Niet in de magnetron. Hou hem wel in de koelkast. Want anders met dit warme weer smelt hij zeker. Maar hij is super lekker om te delen. Ik zou hem niet alleen opeten. Want daar word je heel erg ziek van. Maar hij smaakt super lekker. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je weer van genoten hebt. Vergeet natuurlijk niet om even te stemmen op mijn poll. Of dat ik de tekenvideo's op dit kanaal moet houden. Of dat ik ze op een ander kanaal, los kanaal moet gaan doen. Ik wil graag jullie mening hebben. Anders ga ik de tekenvideo's gewoon op het andere kanaal doen. Vergeet niet te kijken naar mijn andere XXL video's. XXL food video's. En geef me nog andere leuke ideeën. Ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique!